Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 19 oktober 2015. Dit is het bulletin van maandag. Deze uitzending is met dezelfde microfoon als gisteren ingesproken. Ik heb daar enkele reacties op gehad. Afgelopen 3 dagen ben ik steeds aan het experimenteren geweest met het audio. Ik ben benieuwd of dit een verbetering is, maar ik hoef niet zo overstelpt te worden met rapporten zoals een paar dagen geleden. Een korte opmerking is genoeg om te beginnen een dienstmededeling die ik de hele week blijf uitzenden om de mensen daarvan op de hoogte te brengen. Omdat de korte golfuitzendingen niet meer lopen, is er geen reden meer om pas om 6:55 te beginnen met de uitzendingen. Vanaf zondag 25 oktober beginnen de Daily Minutes dan dus weer op het hele uur, namelijk om 1900 uur. De dagelijkse korte golfuitzendingen waren uiteindelijk op de lange termijn waarschijnlijk qua werk een beetje te hoog gegrepen voor mij. Het is niet de bedoeling om te stoppen met korte golfuitzendingen. Alleen dagelijks is misschien wat te veel gevraagd. Het is nog niet zeker, maar begin volgend jaar of misschien zelfs eerder hoop ik met een wekelijkse uitzending op de korte golf te komen van 20 of 30 minuten lang. Het nieuws, dit keer in het kort. Volgens de website ham-dmr.nl werkt de DV Mega hotspot van het gelijknamige bedrijf van Guus bij NPLM nu ook op System Fusion in de reflector FCS001. Ook op ham-dmr.nl een artikel over de lang en hoog gespannen verwachte CS7000 van CSI in de VS. Volgens eigenaar van CSI, Jerry Ranger, wordt er nog steeds aan de portofoon gesleuteld. Hij gaat zowel voor DMR, D-Star als voor System Fusion werken. Op amateurradio.com een ervaringsverhaal van het Jota weekend met filmpjes met de vrij nieuwe Xiegu X108G outdoor version. Een van de HF transceivers die uit China komt. Xiegu had eerder al een eenvoudiger apparaat, dat volgens mij hetzelfde is als deze, maar in een wat andere kast, dat ook iets goedkoper was. Het verhaal van Fred, Victor Echo 3, Foxtrot Alpha Lima en met name de filmpjes doen vermoeden dat het een vrij serieus apparaat betreft. Overigens niet voor een prijs die we van de Baofeng-achtigen gewend zijn. Ja, en het volgende onderwerp bevat behalve nieuws ook een stukje opinie van deze journalist. Af en toe mag dat. Burgerrechtenorganisaties komen weer eens in het verweer tegen de muziekindustrie. In een recente rechtszaak stellen de muziekcopyrightorganisaties niet alleen dat BitTorrent een piraterij stimuleerde de techniek is die bij voorkeur verboden zou moeten worden. Burgerrechtenorganisatie EFF is vooral ongerust omdat de entertainmentindustrie haar pijlen nu ook op VPN's gericht heeft. VPN's zouden een verdachte techniek zijn die piraterij versterkt. Wat een fijnzinnige luidjes toch daar bij de muziek. Is het nog niet genoeg dat ze voor iedere harde schijf en telefoon die je koopt zonder ooit het oogmerk te hebben daar ooit materiaal op te zetten waar zij de rechten van hebben? En ik moet daar toch een flink percentage van de aankoopprijs extra betalen die zo in hun zakken verdwijnt. En nu gaan ze zich ook nog eens bemoeien met de manier waarop ik mijn verbindingen beveilig. Enfin, na deze persoonlijke noot volgt nog het volgende deel van PD4 ROB's eigen visie op het Electron, die helaas ook een paar weken in de pauzestand is komen te staan. Alle afleveringen van Rob's verhaal zijn binnenkort trouwens na elkaar te horen in de lange uitzending op PE3 UTR op vrijdag en tevens ook op YouTube. Na PD4 ROB volgt ook nog het derde deel van het item over portofoonantennes van vorige week dat ik voor PI4 AA maakte vorig jaar. Deel 3 is 2 dagen uitgesteld omdat in het weekend de uitzendingen in het Engels waren. En uiteraard is er op het einde van de uitzending ook weer een woord in morse, ofwel 3 zelfs. Is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Een van die wetten is de wet met betrekking tot behoud van energie. Deze houdt in dat de hoeveelheid energie in het heelal wel onderling kan transformeren en leiden tot alle chemische reacties die binnen het periodiek systeem van de scheikunde mogelijk zijn, maar niet tot energiewinst leiden. Met andere woorden, wil je energie opwekken door chemische reacties, dan zul je er minstens zoveel energie in moeten stoppen als dat eruit komt. Of erger nog, meer zelfs. Denk aan het rendement van een stoommachine of een verbrandingsmotor die altijd minder dan 100% is door warmteverlies en mechanische weerstand. Dus wederom mispoes. Binnen de thermodynamische wetgeving, die geldt op moleculair en atomair niveau, is vrije energie niet mogelijk. In deze redenering is wind, water en zonne-energie buiten beschouwing gelaten, hoewel dit mijns inziens wel degelijk ook vrije energie is. Maar, is daar dan alles mee gezegd? Dat vrije energie niet kan volgens de mechanische en scheikundige wetgeving? Nou nee, want we hebben het nu over elektronen. En het elektron is geen molecuul en ook geen atoom, maar een subatomair deeltje. En subatomaire deeltjes zijn kwanta en vallen dus onder de wetten van de kwantummechanica.
De deeltjes en golfmanifestatie van het elektron zijn de voltage en amperage, vormen samen de twee bestanddelen van het elektromagnetisme. De hele schepping hangt van elektromagnetische kracht, zijnde een van de vier hoofdkrachten in de natuurkunde aan elkaar, samen met gravitatie, kernkracht en zwakke kracht. We halen dus niet iets uit het niets, maar maken gebruik van de elektromagnetische wisselwerking. We stappen als het ware op een bus die altijd gratis rijdt, elektromagnetische straling is er altijd, en stappen uit waar we wilden zijn. De tweede recent gekochte antenne die ik heb geprobeerd is de SRH999, ook van Diamond. Het is nogal een bakbeest. Bij deze antenne vervalt iedere voorzichtigheid met betrekking tot de SMA-connector. Deze antenne van 51,5 cm lang is behalve het stukje helemaal bovenaan nauwelijks flexibel. Hij bevat behalve een grote verdikking met een aanpasnetwerk in de voet, onderweg nog twee verdikkingen voor verdere aanpassing. De voet sluit echter wel uitstekend aan op de portofoonbehuizing, wat een goede stabiliteit geeft. Ik zou hem niettemin nooit op de fiets gebruiken en ook al niet bij harde wind. Vanwege het formaat zou je verwachten dat hij op 2 meter als full size kwartgolf werkt. Maar goed, dat heb ik verder niet uitgeprobeerd. De SRH999 werkt voor zenden op 6 meter, op 2 meter, op 70 centimeter en op 23 centimeter. Op 70 centimeter zou hij net als de eerder genoemde antenne van hetzelfde merk ook als halve golfantenne werken. Om die reden verwachtte ik niet heel veel verschil tussen de beide. Het tegendeel bleek echter waar. De 999 ontpopte zich ook qua hoogfrequent gedrag als een monsterantenne. Het verschil tussen de SRH36 en de SRH99 was op 70 centimeter bij meerdere tests behoorlijk groot. En zeker ten opzichte van de originele antenne. Een bijzonder antennetje dat ik al wat langer bezit en dat de moeite zeker waard is om te vermelden is de SRH805S, ook van Diamond. Deze antenne wordt door sommigen wel het dopje genoemd. Die naam is het antennetje niet onwaardig. Hij doet met zijn 4,5 centimeter vanaf de portofoonbehuizing inderdaad haast denken aan een beschermende afdekking voor de SMA-plug. Natuurlijk werkt zo'n mini antennetje minder goed dan de grotere broers en zussen. Hij zal geen van de anderen de loef afsteken, maar niettemin valt op hoe goed het antennetje toch nog werkt. Vooral het feit dat het op 2 meter überhaupt nog doet, vind ik op zichzelf al verwonderlijk. De 4,5 centimeter is meer dan 10 maal zo klein als een full-size kwartgolf geweest zou zijn. Niettemin is het verschil met een van de veel langere antennes niet eens zo heel erg groot. Met de SRH805S is een portofoon echter zeer veel makkelijker te hanteren. En dus zeker een aanrader als je hem binnen het bereik van een nabije repeater wilt gebruiken. Het antennetje werkt overigens voor zenden op 2 meter, 70 centimeter en 23 centimeter. Behalve op 70 centimeter heb ik ook enkele soortgelijke testjes uitgevoerd op 6 meter. In dit geval was de de facto referentie de meegeleverde drie banden antenne, 6 meter, 2 meter en 70 centimeter bij een van de portofoons. Zo'n model waarbij voor 6 meter het topje van de antenne moet worden afgeschroefd om te worden vervangen door een dikkere spoel. Soortgelijke antennes worden bij meerdere apparaten meegeleverd. De ICE90 en ook de FT817 heeft een vergelijkbare antenne. Ook op deze band was het verschil met de SRH999 vergelijkbaar met de resultaten op 430 MHz. Op 6 meter presteert de SRH999 flink wat beter. Het scheelde zeker 1,5 S-punt en misschien zelfs meer. Conclusie van dit alles, het is zeer zeker de moeite waard om bij portofoonsantennes eens rond te kijken of een alternatief misschien niet beter werkt. Denk er daarbij aan dat grote antennes ook nadelen hebben. Is er bij een autorit waarbij de portofoon af en toe mee uit de auto neemt niet zo'n groot, met zo'n grote antenne nog niet zo'n heel groot probleem. Als je zoals ik vaak lopend of op de fiets voortbeweegt is het wel iets lastiger. Met de originele antenne en met het dopje past een portofoon als ik ergens ben met het grootste gemak in mijn rugzak en ook in mijn binnenzak of aan de broeksriem. Met een spriet van 40 centimeter is het al een heel ander verhaal. De antenne past niet goed in mijn rugzak en gaat helemaal niet in mijn binnenzak. En of hij aan de broeksriem hangt of kan hangen, dat hangt volgens mij in hoge mate af van de anatomie van de gebruiker. Ik heb de losgekoppelde SRH36 al 2 maal per ongeluk in een winkel op de toonbank laten liggen en later weer teruggekregen. En derde, waarbij ik niet weet waar hij gebleven is, leeft hij dus gewoon zoek.
Gelukkig zijn portofoons waar die antennes op moeten toch nog steeds een heel stuk groter en opvallender dan de antennes zelf.